Goedemiddag allemaal en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. In de vorige aflevering hebben we eindelijk de Nimbus rot te pakken gekregen en het regende. Daarom zijn wij eigenlijk blij en daarna zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar de Snow Golem. Maar de Snow Golem die hebben we helaas niet kunnen vinden. Toen begon het weer te regenen en daarvoor hebben we hier een toepaard voor moeten maken. Dus, welkom iedereen. Nou, ondertussen dat ik naar de sneeuwbiome toe loop, wil ik heel eventjes het een en ander even melden. Heel erg belangrijk, wat ik ook heel fijn vind om eventjes gelijk te kunnen melden, is ik krijg vitamins. Dat is ook alweer de tweede die we hebben gekregen. Oké, nou, dan wil je me niet overklaren. Nee, ik hoor heel erg vaak in de reacties een hele grote discussie beginnen over first. Jongens, first was een ding in 2012. Misschien nog een beetje in 2013. Net zo irritant nog steeds. Het is alleen nog maar erger geworden. En nobody cares als je first bent. Niemand interesseert het. Je zit je eigen eigenlijk alleen maar verschut. En sterker nog, die comments komen ook niet op de wall. Dus mijn verzoek naar jullie toe, alsjeblieft, ga niet zo leem wezen. Of zoals ik het graag altijd zeg, flame wezen. En ga niet van die comments plaatsen van first. Want het boeit helemaal niemand wie first is. Dus alsjeblieft stop daarmee. Dank jullie wel alvast voor dat begrip. Normaal gesproken kom ik het er niet echt over. Maar ik zie het nou zo vaak. En dat geeft dan in één keer zoveel discussies. En dan denk ik bij mijn eigen jongens, dat is nergens voor nodig. Dus alsjeblieft doe jezelf een plezier. En plaats die comments niet meer. Want dat slaat gewoon echt helemaal nergens op. Goed, met dat out of the way te hebben, heb ik ook nog heel eventjes ondertussen dat we op zoek zijn naar de Snow Golem. Want we zijn nog steeds bezig met het zoeken naar een Ice Feather. Wat dus zeg maar heel erg belangrijk is dat we dat kreng vinden. Dus ik ben hier nou op zoek naar de Ice Golem. Verder wil ik ook heel eventjes melden. Een goede YouTube-maker van mij, zoals de Towler, is nou ook bezig gegaan met... Ah, Snow Golem, Snow Golem, Snow Golem. Oh boy. Hi. Au. Nee. Niet meer bevriezen, niet meer bevriezen. Stout. Oké, okay. Kom eens even onder mijn wolkje. Kom eens even onder mijn wolkje. Kom eens even... Ja, goed onder het wolkje blijven. Als ik jou nou... Nee. Help, auw. Blijf nou eens even onder dat wolkje. Weet je wat, ik heb een beter idee. Nee, misschien als ik hier... Dit dan net. Ah, dan raakt hij mij. Maak hier een muur. Kom op. Nou, oh, dit is eng, jongens. Elf, kan niet. Oké, okay, ik blijf hier staan. Blijf hier staan. Heel erg lazy manier. Mij maakt het niet uit. Oké, okay, ik ga gewoon hier een muurtje bouwen. Kan dan. Oké. Okay. Doet ze schade. Als ik nou iets had eigenlijk wat door de muur heen kon, dat zou wel heel erg fijn zijn. Ja, je kunt er niet bij, hè? Nee, dat is nou jammer. En ik neem nou ook geen extra schade. Dus ik kan wachten tot mijn health potion is gefixt. Volgens mij is de regio weer bijna afgelopen, want het wordt al heel erg bright. Ah, hij blijft er nou goed even onder hangen. Die damage. Oh, ik hou van de Nimbus rot. Oké, maar ik heb een health potion. Dankjewel. 400, 300, 200. Doei! Je hebt geen ijs verder laten droppen. Ah, volgens mij sneeuwt het nog steeds. Oké, nou, we hebben in ieder geval de eerste hebben we dus kunnen verslaan. We hebben een frostcore daarvan te pakken gekregen. Wat zeker een heel handig iets is wat we dus zeg maar kunnen gebruiken. Regent het nog, jongens? Ik zie alleen nog maar... Ja, het regent nog. Oké. Dus hopelijk kunnen we nog een tweede vinden, want ik wil echt een ijs verder hebben. Ijs verder is dus zeg maar handig voor een accessoires die ik wil maken. Namelijk de... Frostwings. Zeker handig om te hebben. Dat zorgt ervoor dat we dus nog beter eigenlijk kunnen vliegen. En dan hebben we toch de horseshoe nog niet eens meer nodig. Oké, we zitten weer op full health. Dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar gunstig. We hebben de eerste Snow Golem gevonden. Maar we moeten dus zeg maar of 3 frostcores zien te krijgen voor een heel goede armor. Of we moeten dus het voor elkaar zien te krijgen... Dat we dus, de ijs verder te pakken zien te krijgen. Dus, en ja, als we hem dus zeg maar even wat kunnen krijgen. Daarom is dus de Nimbus rot zeker handig. Ik wou hem eigenlijk nog een beetje upgraden. Maar helaas hebben we dus daar niet het geluk voor. En ik zie dat mijn inventory weer vol zit. Wat kan weg? Boomerang. Een bad banner. Ik weet niet of deze mag weg. Hoppakee. Oké, ik heb ruimte. Ik heb de ruimte. Nou hoop ik dat ik hem tegen ga komen. Oké, nou. Aangezien dat de ontblamen nogal een beetje aan de lange kant is, denk ik bij mij dat ik toch heel eventjes toch een opnamesessie heel eventjes opnieuw start. Even kijken, neem jij nou op? Niet dat het weer fout gaat. Ja, ik ben er echt nou heel erg paranoïde voor dat weer een opname zou falen. En we hebben nou dus eigenlijk best de Let's Play gelukkant bij ons.
Al hebben we niet de Frostwings gekregen, maar hey, we hebben de Nimbusrot gekregen. Dus op zich vind ik het niet zo erg. Maar ik wou eventjes dus toch voor de zekerheid zeker even kijken dat alles wel goed blijft werken. Heel erg belangrijk natuurlijk dat alles blijft werken. Nou, mag ik nog alsjeblieft een Snowgolem tegenkomen, jongens? Dat maakt mij een heel erg blij konijntje. Net zoals Fiverr. En Fiverr die is bang dat ik dat niet zou overleven. Want jullie zagen dus hoe snel dat mijn health omlaag ging. Het is zeer gevaarlijk wat we doen. Maar aan de andere kant is het zeker ook handig om het zeg maar te doen op dit punt. Want hoe meer frostcores dat we gaan krijgen, hoe beter dat onze defense zal zijn in hard mode. Dus op zich vind ik dit de fijnste hard mode die ik ooit heb gehad. Ik bedoel, ik heb wel eens ergere hard modes meegemaakt. En ja... Dan kreeg ik gewoon echt helemaal niks. En dan spannen die bazen. En dan hadden we een heel erg groot probleem. En het was nogal vervelend. Dus, oh, sorry, Pingwing. Ik wou je eigenlijk niet killen. Sorry. Oké, nou, Dus ja, om dus zeg maar de Snow Golem te laten spawnen op het moment dat het dus regent of in een sneeuwbiome een blizzard dus zeg maar gaande is. Wil je dus op en neer lopen in de sneeuwbiome, gewoon over de oppervlakte heen, dat is meer dan genoeg. En de Snow Golem heeft een rare spawn chance, dat wel. En is dat een banner? Oh, dat is Flying Fish banner, die hebben we ook nog niet. Fijn, dan moet ik weer wel weggooien. Deadweed, nee, die hebben we nodig. Spider Fang hebben we waarschijnlijk ook ergens voor nodig. Ik weet niet precies waarom. Frostcore zeker niet weggooien. Heb ik nog? Waarom? Oh, die heb ik daar helemaal niet. Ga weg! Silt, dat kunnen we nog veranderen. Led Orb, dag. Ik bedoel, we hebben led genoeg. Oké, nou, we moeten weer teruglopen. En zolang dat we dus, zeg maar, slimes met een paraplu en deze vliegende vissen, zeg maar, tegenkomen, weten we dus, zeg maar, tot het nog steeds regent. Want soms is het best wel moeilijk te zien in de sneeuw. Oké, nou. Ice Golem. Kom je buiten spelen soms? Het sneeuwt, dus het is jouw weer. Dus het weer is fijn voor jou. Dus kom naar buiten, zodat ik je kan vermoorden. Daar zou ik heel blij mee zijn. Ik bedoel, ik ben blij dat er nou niet zoveel vijanden spannen. Dat is alleen maar een gunstig iets. Oké, hallo. Echt niet veel hard mode vijanden nou. Wat eigenlijk niet zo erg is. Dus, en het maakt niet uit of het dag of nacht is, het krenk spant toch wel. Maar ja, nogmaals, het is een rare enemy, dus, nou hoop ik in ieder geval dat ik hem dus, zeg maar, ook weer in een hele mooie trap kan gooien. Dus dat hij ergens spant, waardoor dat we hem ergens weer kunnen luren, waardoor dat hij makkelijk te killen is. Want zijn aanvallen zijn dus heel erg moeilijk te ontwijken. Hoe minder health dat hij heeft, hoe sneller dat hij met zijn lasers gaat schieten, dus, ja. Maar goed, ik was dus eventjes aan het vertellen over onze goede vriend Marco, oftewel DestinySinNL. Die is dus helemaal Nederlands gegaan. Die is nu bezig met Super Smash Bros. Voor Wii U. En dit weekend ben ik een van zijn guests. Dus link staat sowieso in de beschrijving, mocht je een keertje willen kijken. En vind je de video's leuk? Vergeet natuurlijk niet, als je daar de tijd voor en de zin voor hebt, om te abonneren. Dus ja, ik vind het heel erg belangrijk om de mensen waar ik mee samenwerk, om die dus zeker ook te vernoemen in de video's. Dus ik speel ook heel erg vaak Mario Kart 8 met hem op de Taulusen kanaal. En ja, de Walls die is dan toevallig ook weer... Snow Golem. Oké, kom maar jongen. Als ik jou kan raken, kun jij mij ook raken, dat weet ik. Oh, je schiet lager. Au, oké. Oh boy. Kom eens hier. Ik sta hier. Spring er gewoon overheen, man. Oh, ik moet jou de andere kant nou op gaan lokken, hè. Oh boy. Dit wordt dangerous. Dit is... Oh, dat wou ik niet doen. Oh, frick. De size is gereset. Oh boy, dit is niet goed. Sorry dat het heel eventjes uitgezoomd is. Dat wil ik gelijk even fixen. Staat alles dan stil? Nee, alles staat dan niet stil. Sorry jongens, ik moet heel eventjes die Snow Golem heel eventjes zo... Oh boy. Alles is nou uitgezoomd. Crap. Oké, zelfde als net. Oké. Jij blijft heel eventjes daar en ik doe heel eventjes de settings even goed. Oké, settings. Sorry daarvoor. Video, resolutie. Zo. Dit ziet er heel even vaak uit. Mijn excuses. Oh, ik word door iets geraakt. Oh, door jou. Je bent niet boeiend genoeg. Oké. Blijf nou eens heel eventjes eronder staan. Oké, loopt mijn opname goed nog? Het ziet er goed uit. Hopelijk, ja. Ga dood. Oké, heb je... Ijs verder! Yes, we hebben hem! En hebben we weer een extra frostcore? Ja! Oké, kunnen we een derde krijgen? Dat zou helemaal geweldig zijn. Dat maakt mij een heel vrolijk konijntje als we gewoon een derde te pakken kunnen krijgen. Oh, we hebben een... Oh, dit wordt zo leuk. Oké, ik zie een derde.
Ja, dat is een derde. Staat hij op dezelfde plek? Oké, nou die Nimbusrots die werkt nog steeds. Oké, ik blijf hier heel even staan. Als we de drie hebben is het goed. Ja, blijf er even onder. Blijf er even... Oh, snikies. Oh boy. Nee, ik moet op mijn helft letten. Ah, het ging zo goed. Oh. Hallo. Jij bent een eng beest. Uh-oh. Oh jee, al de dudes. Help. Oké, al de dudes komen nou, want het is avond en dat is gevaarlijk en het regent en het sneeuwt en dat is dus heel erg dangerous. En het is een volle maan. Dus, dan komen er dus zeg maar... Oh boy. Dan komen er heel erg veel doodles. Zoals weerwolven. En weerwolven kunnen eigenlijk ook nog iets heel erg goeds droppen. Weet je wat? Bekijk. Uis! Oké, deze regen die skippen we maar eventjes. Oké, wat kunnen we allemaal maken? Oké, dus het is volle maan, dus we kunnen dus zeg maar weerwolven spannen. Ik heb heel erg veel zut bij me, dus ik doe heel eventjes mijn inventory even snel kleren. Ik zie jullie in een seconde. Oké, nou, die zet ik heel eventjes daar neer. En als ik deze nou hier neerzet, dan kunnen wij dus de Frostbark Boots maken. Dat is dus hard. Is dat niet defense plus 1? Juist. Ik weet niet wat de eerste was, maar kijk, we zitten op 31 defense. We zitten weer op 411, dus ik heb toch nog een poging 2 wagen. Wat we nou dus zeg maar kunnen is, we lopen nu dus extra snel op ijs. Wat handig is voor die Frost Biome waar we dus zeg maar naartoe gaan. Ondanks dat het nou nacht is, het maakt mij helemaal niks uit. Oh, Jesus. Oh, jij doet zoveel damage. Drop eens eventjes een zo'n dinges voor mij. Zo'n dinges. Nee? Jij misschien? Oh, die weerwolven die zijn sterk. Dolfje, weerwolfje. Oké, nou. Want ik wil eigenlijk dus ook eventjes mijn monies terugpakken dat we dus zeg maar verloren hebben door die death. En ik blijf nou gewoon leven. Dat lijkt mij een veel beter idee. Het is heel erg donker, jongens. Dus, ja, zoals jullie dus net zagen, die resolutieverandering, dat ging per ongeluk. Dus mijn excuses daarvoor. Oké, nou, ik laat dadelijk zo zien wat dat ding wat we dus net neer hebben geplaatst eigenlijk doet. Oké, niet te veel dudes, niet te veel dudes, niet te veel dudes, niet te veel dudes. Snow Golem is prima. Zullen maar niet te veel dudes spannen. Het is hier heel donker. Oké, nou, het sneeuwt nog steeds. Hard, dus dat is alleen maar goed. Oké, weinig doodles. Daar ben ik blij om. Snow Golem. Ik hoef er nog maar eentje. Dan maakt het niet meer uit of het regent of niet regent. En dan hoeft mijn progress ook niet de hele tijd onderbroken te worden. Oh, ik moet omhoog. Oh, hallo. Nee, doe maar 1 damage. Ik was even bang voor jou, voor geen reden. Oh, de paniek. Oh, mijn team heeft het... Ah! Oh, daar ben ik zo bang voor. Wat raakt mij? Wow, dude. Je killt me bijna, man. Is niet wijs of zo? Oh, mijn doodles. Oh, oh, daar komt er weer een. Daar komt er weer een. Sterf. Oh. Misschien is een Frost Golem nou niet zo'n handig idee. Mag ik hier even wat licht extra? Oh, ik heb nog steeds Potion Sickness en ik zit pas op 205. Jij bent een engere wolf. Jij bent veel te snel. Maar je dropt health. Daar ben ik wel blij mee. Oké, nou, dat is alleen maar gunstig. Je bent niet zo veerlijk. Oh, ik kan niet wachten tot ik kan vliegen. Oh, dat ding ook nog eens een keer. Fijn. Oké, volgens mij is het nu ook stop met regenen, dus jammer. Oké. Nee, het regent nog steeds. Waar ben ik mee bezig? Waarom doe ik dit? Kan iemand mij mijn keuzes uitleggen? Terug! Oké, ik ben weer. Oh, echt als het volle maan is en het is avond, dan is het ook echt donker. Heb ik trouwens die LPV-poosje nog? Nee, helaas. Oké, nou, dat maakt niet zoveel uit. Oké, dus het sneeuwt nog steeds. Niet meer zo snel de Magic Mirror gebruiken. Oké. Ja, swing. Swing jezelf. Oké, hier even een... Probeer zo snel mogelijk je toortjes te plaatsen. Dat gaat niet echt altijd goed. Oké, daar zit ik even. Hier even een toortje dan. Dan zien we tenminste een beetje meer van de wereld. Ja, zo donker als het voor jullie is, zo donker is het dus ook voor mij, jongens. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, dus... Snow Golem. Ik heb nog maar 1 frostcore nodig. Dus je zou mij een heel blij konijntje maken. Als je met die geeft 2 weerwolven, of 2 wolven, gewone wolven, maakt niet uit. Ik heb boemerangen. Ik heb boemerangen en ik ben niet bang om ze te gebruiken! Oké. Sterf. Zoveel doodles!
Oh, jullie doen zoveel schade. Jullie doen zoveel schade. Die zijn zo eng. Oh mijn god, die doen echt zoveel schade. Oké. Zelfde player, get the poop out of there. Nee. Het sneeuwt. Dus ik wil nog zo'n snow golem killen. Want we hebben de frostcore nodig voor een heel erg sterk armor. Wat ik zeker wil hebben soms. Oh boy. Oké. Ik weet het. Ik vraag er eigenlijk een beetje zelf om. Maar in Terraria moet je risico nemen. En moet je kansen nemen. Als ze gegeven worden. Oké. Kun je naar boven? Ik weet niet of je naar boven kan. Hey, jij kan hier naar boven. Hij kan daar naar boven. Oh boy. Nee. Nee, dit gaat niet goed. Als ik hem hier naar beneden kan krijgen. Daar is hier een. Oh boy. Even de bananes. Oh, snijkies. Ik ga zo dood. Nee. Twee deaths in één video. Snow Golem, ik haat je. Maar ik moet je nog één keer vinden. Oké, volgens mij is het weer dag. Dag. Spannender, minder doel. Oh, jij bent... Ik slag gewoon een onschuldige pinguïn af omdat ik dacht dat het een beest was. Oh, wat ben ik gemeen. Oh, wat ben ik slecht. Oké, nou. 3 deaths in één video. Ik weet het, het is een groot risico. Misschien had ik beter eerst voor andere equipment kunnen gaan, voor andere armor en zo. Maar ja, nu regent het of sneeuwt het of wat, hoe je het ook wil noemen. En ik heb dus eigenlijk zoiets van, dat zijn de momenten dat je eigenlijk de, die kansen moet je gewoon benutten. Dus, en eerlijk gezegd hoop ik dat hij dus nog een keer hier wil spawnen. Want dan kan ik weer een trucje doen zoals ik hem al 2 keer heb gekilled. Maar ja, hij spant dus random, willekeurig op de oppervlakte. Dus misschien dat ik dan weer zoiets kan maken. Maar ja, omgezien dat het nou dag is, komen er dus zeg maar niet van die hele gevaarlijke vijanden meer. Dus, en die trainen ook behoorlijk snel. Die weerwolven, die echt, die... Oh mijn god, oké, nou. Hallo. Zolang het sneeuwt ben ik blij. En ben ik super blij. Want dan komt de sneeuwgolem bij mijn zij. En dan kan ik hem doodschieten. Want dan ben ik heel erg blij. Want dan geeft hij een frostcore. En ik heb Fiver nou niet bij. Want Fiver die zei dom. Je bent nu super dom. En dat was eigenlijk niet echt handig. Fiver die is gewoon thuisgebleven. Die heeft zoiets van screw it. Ik ga niet meer met jou die gevaarlijke zone in. Dus ja... Fiver had echt zoiets van... Nee, ik doe het gewoon niet. Dus Fiver die wacht nou op ons thuis. Mochten jullie vragen van... Waar is Fiver? Die is thuis. Die heeft gezegd van... Nou, sorry hoor, maar ik heb 2 keer jouw lichaam moeten slepen naar de huisbasis. Ik doe het niet meer. Zoek het maar uit, City. Ja, ik heb hem gelijk. Ik ben ook hartstikke dom bezig. Maar ja. We hebben die frostcore gewoon nodig, jongens. We hebben er 3 nodig. 1 voor de hoofd, 1 voor de schouders en 1 voor de knieën te 1. Dat was eigenlijk best wel raar. Oké, nou, maakt niet uit. Oké, nou. Het sneeuwt nog steeds. Weet je wat, ik knip heel eventjes vooruit totdat we hem vinden. Dus, en vergeet niet, vandaag zouden we ook nog 2 comments van de dag doen. Dus, mocht ik een snow golem vinden, dan zie ik jullie in een seconde. Hallo? Hey, Doodle! Hoe gaat het met jou? Wees je blieb, au. Wil je dat niet doen? Dat doet pijn. Au. Nee. Oké, zit je daar vast? Zelfde truc als net. Hallo. Nee. Dat trucje doen we niet nog een keer. Nee. Blijf eronder staan. Gehoord zo. Braaf. Oh, nou heb ik er eentje weggehaald. Maar dat maakt niet uit. Oké, blijf hieronder. Blijf daar nou onder. Wacht, misschien als ik dan eentje daar plaats. En... Oké. Hou vol zo. Hou vol. Het is gestopt met sneeuwen. Hem moeten we gewoon killen. Maakt niet uit wat hij dropt. Hij dropt sowieso een frostcore wat we nodig hebben. Drop het. Oh, bijna. 500. 400. 200. 100. Poef. Hey, weer een ijs verder. Leuk. En een frostcore. We hebben er 3. Oké, dan ben ik blij. Oké. Oh. Ik doe heel eventjes de stuff eventjes en ik zie jullie in een seconde. Oké, dan. Nou, ik denk dat we op zich nou wel goed zitten met onze geëquit zut.
Eventjes over de Celestial Magic Dagger. Aangezien dat we nou de boomerang hebben, denk ik niet dat we deze nog zullen gaan gebruiken. Dus ik vind dat deze een mooie plek gaat krijgen in ons flashback huisje. Dus ja, het is een klein wapen, maar hij was heel erg handig, die we dus zeg maar zeker gebruikt hebben. Dus daarom ben ik van plan om die gewoon hier naartoe te zetten. En voor de lasergun, ja, de Godly Laser Rifle, ik denk ook niet meer dat we die gaan gebruiken. Dus die mag ook terugwijzend naar het zwaardje. Dus ja, we hebben ondertussen een hele arsenal van zooi eigenlijk, zeg maar, van wapens die we dus gebruikt hebben. Zeker heel erg leuk. Wat ik ook heel eventjes naar wil doen is die extra verdieping maken. Dus dan heb ik eventjes 4 van... Even kijken hoor. 4 van deze nodig. 1, 2, 3, 4. Zoals ik dat altijd doe. En wat dus heel erg belangrijk is, is we hebben dus zeg maar dat ene ding net geplaatst. Dat ene geval, dit ding. En daarmee kunnen we dus zeg maar ijsachtergrond maken, ijsmeubels en noem maar op. Dus onze vierde, of onze vijfde verdieping alweer, wordt dus van ijs. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat doen we mooi zo. Dat is wel grappig, dan gaat het hier nou ook een beetje sneeuw, omdat het dan zeg maar een beetje, ja, op temperatuur tot het niet zou gaan smelten of zo. Ik wil hem. Ik verzin het ook niet. Oké, nou, in ieder geval eventjes hier een openingetje. Hier een openingetje weer. Precies hetzelfde. En dan... Hij is nou hoger als ons huis. Oeh. Dat is eigenlijk best wel komisch. Oké, nou, deze mag dan zo. Even kijken. En dan gaan we heel eventjes kijken wat kunnen we allemaal van de ijsblokken maken. Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Hallo. Oké, sowieso. Een ijsachtergrond. Kunnen we die hier maken of kan ik die gewoon maken bij de standaard dingen? Kan ik die gewoon maken bij de standaard dingen? Ja, nee, dat is icy brick. Oeh, die vind ik wel mooier. Waarom ook niet? Ja, doe maar 70. Zo. En ice brick wall. Oh, zo doen we dat. Oké, 200 zal wel zat zijn, dus dan heb ik nog ice bricks nodig. Kun ik die op twee... Oh, die kan ik daar ook van maken. Ja, maar ik wil hem hiervan maken. Dus, zo. Oké. Okay. Ik weet namelijk niet hoeveel dat ik nodig heb. En ik denk dat die mooier zijn dan degene die we nou hebben. Dus, even overnieuw. Oké. Okay. Eens even kijken, hoe ziet deze eruit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké. Okay. Deze ziet er nicer uit. Ik vind deze mooier uitzien. Ziet er echt uit meer als een huis. Dus, heb ik er genoeg? Heb ik er genoeg? Heb ik er genoeg? Ik denk wel. Oh. Zeker als ik, niet als ik zo verkeerd ga plaatsen. Oké, 2 hier. 2 hier. Zo. Oké, nice. En dan deze er even uit. Hebben we toch nog een beetje bouwen, want dat is weer een beetje lang geleden. Oké, hoe zit dit achter? Oeh, het is net een iglo. Nou, dat ziet er wel leuk uit. Ik vind het wel leuk. Ja, dit vind ik wel hebben. Oké, het plaatst zich wat langzamer, maar het ziet er zeker nice uit. En dan met die blauwe toortjes maakt het dat al helemaal af. Ik ga dit heel leuk vinden. Oké, nou, bijna. Oké, daar nog. Oké, mag weg. Even kijken. Dan doe ik eerst heel eventjes de toortjes hier even plaatsen. Blauwe toortjes. Ah, als je ze vindt, kun je ze net zo goed maar hier gebruiken. Of niet dan? Oké, het geeft iets minder licht, maar het telt nog steeds als huizing. Dus, oké. Nou, dan hebben we eventjes 4 tafels, 3 deuren en 4 stoelen nodig. En die maken we dus zeg maar bij ons ijzer meubelizer dinges. Dus even kijken. Dit zijn de frozen chairs. 1, 2, 3, 4. Tafeltje. Dit zijn de deuren. 1, 2, 3. En de stoelen, tafels. Ah, hier, tafel. Frozen table. Oké. Dat vind ik wel leuk. Echt, alles hebben we gewoon op, ja, op een thema neergezet. Dus daar ben ik zeker daar ben ik een blij konijntje over. Oké, nou, deze moet precies hier staan. En dat vind ik mooi. Deze die komt dan zo te staan. En deze die komt dan hier te staan. Oké, eventjes de stoeletjes erbij plaatsen. Zodat mensen hier kunnen zitten aan tafel. Deze plek is alleen maar voor ijskoude mensen. Zo. En hier dan ook nog een stoel. En dan nog de deurtjes erbij. Zo. En we hebben weer een nieuwe... is dit valid housing? Volgens mij wel. That's not valid. Oh, ik heb er een ponkelijk... Een... Slim. Ga eens even weg. Ga weg! Oké, icebrick. Zo, sorry. Okay. Die weg. Oké. Ja, is valid housing. Mooi.
Dus we hebben weer 4 verdiepingen. Ik weet niet, volgens mij hebben we nou bijna alle NPC's al te pakken. En ik weet dat er eentje zeg maar alleen maar in een mushroom biome komt. Dus zeker handig om dat ook te weten. Even kijken, deze die mag nou weg, want die hebben we niet meer nodig. Icebricks. Ja, ijs heb ik al zoveel, dus dat mag allemaal gewoon weg. Dat gebruiken we niet meer. Oké, laten we eens even kijken hoeveel dat we nou van de bars kunnen maken. Oh, ik heb platinum nog van... ja, ik heb die silk even doorheen gegooid, maar maakt niet uit. Oké, hoeveel bars? 35. En hoeveel mithril? 7. Nou, daar kan ik denk ik nog niet mithril en veel voor maken, of niet? Oké, even kijken. 8 defense. Volgens mij, ik heb deze 9. Ja. Zoals ik al zei, kobalt. Ja, de helm. Maar ja, dan mis ik melee damage. Decisions. En deze 7, ja. Deze geeft er 8. Dus alleen de helm zou eventjes iets meer defense geven. Maar ja, ik. 7 improve melee speed. Ja, dat zorgt helemaal voor speed. Melee speed. Ik wil gaan melee speed. Ik wil. Ja, dit is range damage. Maar echt, moet je kijken hoe weinig defense dat je er maar van krijgt. En qua wapens geeft hij ook niet echt veel. Ja, kobold soort 44. En Night Session is 44. Ik ken er niks mee. Waarom heb ik het allemaal gemined? En Mithril, van Mithril hebben we nog veel meer van nodig. Dus moeten we zeker in de volgende aflevering toch maar eventjes aandacht aan gaan besteden. Dus, even kijken, dit is kobold, hè? Ja, en dit is Mithril. Oké. Goed dan. Nou, wat wil ik nog meer doen? Oh ja, het een en ander reforgen. Ik heb mijn platinum coin even uit mijn kistje gepakt. Omdat ik dus zeg maar een paar items wil reforgen. Dus gaan we daar even mee beginnen. Sowieso eventjes de lazy murderers. 8% damage, 5% speed. Zeker een handige. 44 damage. Zo. Lekker, 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 lekker. Oké, we hebben nog meer. Maar ik, misschien kan ik jou nog eventjes een beetje... Godly. Kijk, dat is al veel beter. Murderous, die is al goed. Bananarang, ken ik die ook? Nee, die ken ik niet. Dat is jammer. Oké, nou gaan we heel even hier kijken. Ja, was al goed. Jij geeft maar 1 defense, ik wil meer. Ik weet het, het klinkt als een habit, maar ik wil warden of zo. Nee, nee. 2 defense, nou, dan moet ik het maar mee doen. Oké, even nog meer waar ik even defense... Jij hebt helemaal niks. Of wel? 1 damage. Nee, dat is niet goed. Kun jij ook iets van defense geven? 1 defense... Ik ga even mijn andere platinum coin erbij pakken. Ik moet meer defense hebben. Wil ik tegen een boss gaan vechten. En daar hebben we dus echt heel veel mithril voor nodig. Dus in de volgende aflevering ga ik ook zeker veel focussen. Ja, dan nog maar een platinum coin. Ga ik dus zeker heel erg hard focussen op het krijgen van. Dus oh, ik heb dat ding gedropt voor ongeluk. Toch? Of niet? Waar is die nou? Oh, daar. Oké. Geef iets van defense. Hard, precise, rash, movement speed. Oh, dit gaat niet goed. Dit vreet alles op. 3 defense, hebbes. Oké, nou, critical strike. Ja, jij wordt toch binnenkort vervangen, dus dat is dan heel erg jammer voor jou. 20 mana. Jij bent niet zo duur. Kom op, warden. Warden. Violent. Nee. Nou, 3 defense, ben ik ook heel erg blij mee. Zitten we in ieder geval op 38 defense, wat zeker handig is. Om dat dus, zeg maar, neer te kunnen plaatsen beneden. En om even kijken, heb ik alles nou gebouwd? Ja, ik moet hieronder nog eventjes iets bouwen. Maar dat doe ik in de volgende aflevering net zo goed. Die torches, ja, waarom ook niet? Ik kan ze net zo goed blijven gebruiken. Ik heb al mijn items, ik heb die dingen netjes in de dingen gedaan. Oké, ik ga gewoon naar de Wall of Comments toe. En zoals ik had beloofd, omdat we dus, zeg maar, een tweepart moesten maken vanwege de sneeuw. Want we hebben nou eindelijk 3 frost cores, dus het is zeker handig. Gaan we dus zeg maar gewoon naar de aflevering van 15 en 16. Dus zoals altijd, ik zie jullie in een seconde. En ik plaats dat even netjes, dan gaat het een stuk sneller. Dus tot zo. Oké, ik heb ze heel eventjes gecopy-paste. En ze staan er nou op. Eentje die had weer een hele grote lap tekst. Dus daar gaan we nou eens heel eventjes goed naar kijken. Van de aflevering van gisteren. Of eigenlijk de comment van part 15. Komt van Sjors Wijnhoven. Op 3052, je bent wel een geweldige gozer die echt letterlijk en figuurlijk niks anders doet dan achter een pc zitten en opnemen. Ja, klopt, heb ik gezegd. Tegen een microfoon praten, dat doe ik nu. En de video's bewerken, altijd naar de opnames. Je maakt wel elke dag ruim 2000 mensen blij met de video's die je uploadt. En daar wil ik je voor bedanken, smiley face. En ik weet zeker dat andere mensen dat ook vinden. Je bent echt een geweldig... Jongens. Ah. Jongens. Dank jullie wel. Dank je. Ah. Ik vind... Dank jullie. Dank jullie wel voor zulke leuke reacties constant.
betekent echt veel voor me. Nou, Jos, graag gedaan en ja, bedankt voor het compliment. Ik heb hier echt... Ik weet niet wat ik hierom moet zeggen. Sorry, het is... Ja. Jos, heel erg bedankt voor deze geweldige comment. Hij is gekozen via de randomizer, dus ja. Gefeliciteerd en heel erg bedankt voor het compliment, echt. Er komen zoveel leuke reacties op de Ball of Flashback huiscomments. Jullie zijn allemaal echt geweldig. Echt, ik kan jullie niet genoeg bedanken. Oké, nou, Sjors, ik moet nu even over naar de volgende. Dus heel erg bedankt voor die comment. En de volgende comment... Ja, dit is een speciale. Dat, nou ja, speciale. Alle comments zijn speciaal. Maar dit vond ik eigenlijk best wel grappig, want ik had dus de randomizer. En ik dacht dus dat ik de crew, ja, dat ik die er niet in zou hebben gegooid. Maar toen ik de tweede keer weer hetzelfde comment uitkwam. Dus hij heeft twee keer dezelfde, ik gebruik randomize.org geloof ik dat die website heet. En ik kwam, hij gaf dus twee keer deze aan. Toen heb ik gewoon gezegd van, weet je waar, gooi hem er ook gewoon in ook. En ik vind eigenlijk, waarom ook niet? Ik vind dat de YouTube... team waar ik mee samenwerk, dat hij net zo goed het recht heeft om op de wal te komen. Dus Towler, toffe video. En foutjes zijn menselijk, hè? Ja, aflevering 16 van maandag, jullie weten net met die grote gaten en al. Ik vind gewoon dat de handdoekcrew hoort hier ook gewoon bij. Dus die mag gewoon op deze aflevering komen. Wilco, Towler, je bent ook op de wal of awesome comments. Dus gefeliciteerd. Ik weet dat ik jou Terraria niet hoef te geven, maar ik zou wel rekening houden met de Doctec. Mocht hij dus zeg maar op aflevering 16 komen, de randomizer, dan ja, je bent daar gewoon ook een kandidaat voor geworden. Maar voor Terraria, dan weet ik dat je die hebt, dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, beste mensen, ik dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leuk momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties. Heb je nog vragen over deze aflevering, laat dat ook weten in de reacties, als je daar de tijd voor hebt. Voor de 3 Frostcores, geef daar een like voor, want daar ben ik echt super blij mee. Dat is voor armor. Dat heb ik nog niet uitgelegd volgens mij. Maar dat weet ik niet zeker. Maar geef er gelijk voor. We hebben in ieder geval 3 snow golems ook kunnen verslaan. We hebben een Nimbus rot. Ik ben heel erg blij konijntje. En ik hoop jullie morgen allemaal weer te zien. Bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Waar we dus zeg maar hopelijk een mitral heel erg veel gaan vinden. Tot we daar armor van kunnen maken en alles. En tot we kunnen vechten met onze eerste boss. We zullen het zien. Ik dank jullie voor het kijken. En tot morgen. Doei!